Ja, dames en heren, pers, partijgenoten. Ik vind het een eer om hier weer te staan. De laatste keren dat ik hier stond, was bij de verdediging van mijn wetsvoorstel over een verbod op het onverdoofd ritueel slachten. En vorige maand, toen ik als mede-indiener het wetsvoorstel om klokkenluiders beter te beschermen mocht verdedigen, ook hier in deze zaal. En vandaag zijn we hier voor een andere klokkenluider, de kanarie in de kolenmijn. En het beeld is denk ik wel bij velen van u bekend. Mijnwerkers namen op het hoogtepunt van het fossiele tijdperk een kanarie mee in de kolenmijn. En ging de kanarie dood door giftige mijndampen, dan moesten de mijnwerkers maken dat ze wegkwamen. De mijnen zijn dicht, althans in ons land. En gloednieuwe kolencentrales moeten eigenlijk al meteen dicht nadat ze opgeleverd zijn. Alleen fossiele politici geloven nog dat we door kunnen gaan op de oude voet. Toen aan Ewald Engelen in 2014 werd gevraagd waarom hij lijsttrekker was geworden van de Partij voor de Dieren, zei hij, omdat ze de kanarie in de kolenmijn zijn. Ze waarschuwen ervoor dat het een illusie is om te denken dat we door kunnen gaan met business as usual. Ze wijzen erop dat het huidige economische systeem en ons voedselsysteem zijn vastgelopen. En denken niet, zoals andere politieke partijen, dat we met het oplappen van het economische systeem er wel komen. En ik heb Ewald gevraagd om samen met mij dit boek te schrijven. Om te kijken of je zowel vanuit economisch als vanuit ecologisch perspectief tot de gezamenlijke conclusie kunt komen dat economische groei niet de oplossing is voor wereldvraagstukken zoals armoede en honger en verdeling, klimaat en milieu, maar dat economische groei juist het probleem vormt. Dat er te weinig besef is dat ons verbruik van de aarde de bewoonbaarheid ervan in gevaar brengt voor wie na ons komen. En ik wilde samen met hem tot oplossingen komen waarin de economische en sociaal-economische ontwikkeling plaats kan vinden binnen de draagkracht van de aarde. Bedoeld om zogeheten millennials, zoals onze dochters die vandaag hier aanwezig zijn, en toekomstige generaties meer uitzicht te bieden dan de traditionele politiek biedt. En we wilden een boek met, zoals Job ook al zei, met twee leesrichtingen, een omkeerboek. Nou, dat kostte heel wat overredingskracht om daar bij Prometheus de handen op elkaar te krijgen. Maar het is gelukt en jullie zijn de eerste die het vandaag te zien krijgen. En ik wil graag wat meer vertellen over mijn deel van het boek, geschreven vanuit een ecologisch invalshoek. En Ewald zal vervolgens zijn deel van zijn verhaal vertellen vanuit economisch perspectief. Dames en heren, toen wij in 2002 de Partij voor de Dieren oprichtten, reageerden veel mensen met ongeloof en ook afgrijzen. Hoe kunnen mensen een Partij voor de Dieren oprichten terwijl er honger is in Afrika? Terwijl er oorlogen woeden, vluchtelingenstromen op gang komen, grondstoffen opraken, het klimaat verandert. Kortom, terwijl er zoveel mensenproblemen zijn die acuut opgelost moeten worden. Is een Partij voor de Dieren dan niet het toppunt van decadentie? Een vorm van soortverraad dat die dieren belangrijker maakt dan mensen. Ik heb toen iedereen die dergelijke vragen stelde geantwoord dat de problemen van dieren nauw samenhangen met de problemen die mensen over zichzelf afroepen. Dat de genoemde problemen niet los van elkaar gezien kunnen worden, omdat mensen en dieren samenleven op een kleine planeet die vooral uit evenwicht gebracht wordt door wat mensen zowel dieren als elkaar aandoen. Ik heb daar aandacht aan besteed in de documentaires Meet the Truth en See the Truth en One Single Planet. Maar ik ben blij dat ik door de samenwerking met Prometheus en met Ewald Engelen de kans heb gekregen om verder op dit probleem in te gaan. We zien dat een aantal systemen waarin we jarenlang blind hebben vertrouwd, krakend tot stilstand komen. Hoewel we het eigenlijk liever niet willen zien. En in dit boek richt ik mij op het voedselsysteem en alles wat daarmee samenhangt. Biodiversiteit, dierziekte, watervoorraden en voedselverdeling. En dat doe ik omdat uiteraard de voedselproductie in de wereld een kernvoorwaarde is van ons bestaan.
maar ook omdat de productiewijze tegelijkertijd zorgt voor grote problemen in termen van grondstoffentekorten, droogte, verspilling, biodiversiteitsverlies, landroof, gezondheidsrisico's, milieuproblemen, klimaatverandering. Ongelooflijk veel problemen hangen samen met de voedselproductie. En met als gevolg heel veel conflicten en destabilisatie. En beste mensen, groeicijfers gaan zelden of nooit over groei van het waardevolste wat er op aarde is. Over de groei van bomen en planten. Over de groei van in het wild levende populaties dieren. De groei in soortenrijkdom. Groei gaat vrijwel zonder uitzondering over geld. Over economische belangen. En met name dat laat de armoede van onze huidige samenleving zien. Alles wat waarde heeft, wordt omgerekend in geld. Al het andere wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Ten opzichte van 300 jaar geleden heeft Nederland nog maar 15% over van de diversiteit aan planten en dieren die hier ooit leefden. Wij mensen hebben de overige 85% efficiënt eruit gewerkt en omgezet in kleingeld. Alles voor onze groei en schuldverslaving. Generaties lang stond kinderen een betere toekomst te wachten dan die van hun ouders. Tot onze generatie. Wij zijn de eerste die ons zorgen maken over de vraag of onze kinderen het beter gaan krijgen dan wij. Zowel in materiële als in immateriële zin. Wij lijken de eerste generatie te zijn die geconfronteerd wordt met nauwelijks beheersbare veranderingen. Veranderingen die het uiterste zullen vragen van ons vernuft, intelligentie, creativiteit en van onze innovatieve kracht om onze planeet nog enigszins leefbaar te houden. Maar waar moet je beginnen? De traditionele politieke partijen gaan er vrijwel zonder uitzondering van uit dat er eerst geld verdiend moet worden voordat immateriële zaken serieus aandacht kunnen krijgen. Denk aan de zorg voor elkaar, onderwijs, gezonde natuur, milieu, klimaat, dierenwelzijn. De bronnen van en de kernvoorwaarden van ons bestaan worden gezien als luxe. Geld zijn we gaan zien als noodzaak. En nu we al onze zorgen en verlangens uitdrukken in geld, zitten we gevangen in een eenzijdige economische logica. Een logica die nog steeds leidend is in het politieke debat. De vraag wat we ons kunnen veroorloven, beantwoorden we met de stand van de staatsfinanciën. In plaats van wat moreel acceptabel is en wat wenselijk is. Discussies over onze morele plicht om vluchtelingen op te vangen komen pas op gang wanneer duizenden mensen verdronken zijn in de Middellandse Zee. Er zijn maar weinig mensen die durven te kijken, of die willen kijken, naar de echte voedingsbodem voor vluchtelingenstromen. En er zijn er nog minder die bereid zijn om ze weg te nemen. Of te kijken hoe het eigen beleid, het eigen handelen, het eigen economisch handelen, zorgt voor het op drift raken van miljoenen mensen. Onze agressieve handelspolitiek. De grondstoffenroof, anders kan ik het niet zeggen. De wapenindustrie, voedselschaarste veroorzaakt door klimaat- en watertekorten. Het zijn belangrijke, zo niet de belangrijkste oorzaken van de massamigratie, een van de grootste problemen op dit moment. En de NAVO waarschuwt voor wateroorlogen. De onderzoekers van de Columbia University concluderen dat de Syrische burgeroorlog in feite een klimaatoorlog is. Vandana Shiva, natuurkundige en voormalig rapporteur over waterschaarste voor de Verenigde Naties, waarschuwt ons dat veel conflicten die op het eerste gezicht religieus van aard lijken te zijn, in de kern conflicten over grondstoffen zijn, over water. En het tekort aan zoet water in de wereld is nog veel groter dan werd aangenomen. 4 miljard mensen hebben minstens een maand per jaar last van water, ernstige waterschaarste. Dat is de helft van de wereldbevolking. En in de kolenmijn bespreek ik onder andere het disproportionele watergebruik in ontwikkelde landen, in ons land. Waarbij 95% van ons watergebruik in het buitenland ligt. Dus niet die fijne regendouchekop die we
steeds vaker zien. Hoe dat kan, lees je in ons boek. Dames en heren, het blijkt heel eenvoudig om onze watervoetafdruk te verkleinen. Maar ik zou het plot nog niet helemaal willen weggeven vandaag. Maar wat jullie waarschijnlijk niet zal verbazen, is dat onze omgang met dieren er een belangrijke rol in speelt. Dames en heren, zonder natuur, zonder biodiversiteit, is er geen leven mogelijk. Dat beseffen gelukkig steeds meer mensen. Maar het kortzichtige daarvan is nou weer dat, en dat hoorde ik gisteren tijdens de presentatie over hoe we van een rapport over hoe we naar een breder welvaartsbegrip kunnen komen. Het was ingesteld door de Tweede Kamer, die commissie. Dat we dan denken dat het goed is om de natuur een economische waarde te geven. Dat lijkt groen denken. Economische waarde, een prijskaartje aan de natuur. Maar in feite is het te denken vanuit het bestaande economische systeem. Want, en dat wordt dan natuurlijk kapitaal genoemd. Maar de natuur is niet altijd bruikbaar of dienstbaar voor de mens, in directe zin. Dieren in het wild bijvoorbeeld kunnen door mensen worden gezien als schadelijk. Ze kunnen eigendommen beschadigen of vernielen, of vernietigen zelfs. En moerassen kunnen muggen aantrekken en zo ziekte helpen te verspreiden. En er zijn natuurlijk ook heel veel planten en diersoorten, misschien wel de meeste, die geen economische waarde hebben, omdat wetenschappers simpelweg nog niet precies weten of, en zo ja, welke functie ze vervullen in het ecosysteem en of ze van nut zijn voor de mens. Zo had men eens berekend dat wilde bijen in stukken oerwoud, regenwoud in Costa Rica, jaarlijks $60.000 opleverde door de bestuiving van koffieplanten in de naastgelegen plantages in Costa Rica. Het werd gezien als het voorbeeld van hoe natuurbescherming leidt tot win-win situaties voor biodiversiteit aan de ene kant en landbouw. Maar niet veel later kelderde de koffieprijs. En toen ging de boer in plaats van koffie ananas telen. En nou zijn ananassen niet afhankelijk van bestuiving door bijen. U raadt het al, het regenwoud rond die akker was toen economisch niet meer waard. En werd dus ook weer meteen bedreigd. We moeten ons realiseren dat natuur een eigen waarde heeft, een intrinsieke waarde, los van het nut of de behoefte van mensen. En als we er zo consequent naar gaan kijken, zullen we op een andere manier onze beslissingen nemen en afwegingen maken bij alles wat we doen. We moeten ook veel meer gaan samenwerken met de natuur in plaats van te strijden wat heel veel boeren doen. In het boek geef ik een aantal veelbelovende voorbeelden van hoe we kunnen komen tot een nieuwe groene revolutie. En ik zeg het woord revolutie heel graag in deze kamer met op de achtergrond deze meneer. In het boek geef ik een aantal veelbelovende voorbeelden dus. En eentje waarbij onze landbouw bijvoorbeeld echt verduurzaamt. Nu wordt het biodiversiteitsverlies voor 30% veroorzaakt door de veehouderij. En naast dat biodiversiteitsverlies verliezen we ook heel veel boeren. Elke dag stoppen er 5 tot 7 boeren in Nederland. En de helft van de varkens- en melkveehouders kampt met financiële problemen. Boeren moeten bijna standaard onder de kostprijs produceren en gaan gebukt onder hoge schuldenlasten. Ze zijn schuldhorigen geworden. En het kabinet, die weet dat donders goed en heeft dat meer dan eens ook bevestigd. En toch wordt landbouw gezien als de motor van onze economie, vanwege de export. Die focus op dat bruto binnenlands product, dat verblindt de politiek voor de maatschappelijke kosten die ermee gepaard gaan. De externaliteiten. En in het boek bespreek ik het feit dat het een mythe is te geloven dat melk de witte motor is van onze economie. Dat er juist sprake is van een landbouw-economisch systeem dat vastgelopen is door grootschaligheid en door intensivering van landbouwproducten. Wat uitputting van grond veroorzaakt. Gigagebruik van gif en kunstmest. Met tegelijkertijd enorme mestoverschotten. Als we nou kiezen voor een landbouwsysteem zonder grootschaligheid en intensivering, kiezen we voor regionaal,
duurzaam en veilig voedsel en voor gezondere mensen en dieren. Want naast de vele voedselschandalen die keer op keer weer de revue passeren, hebben we ook de ene dierziektecrisis naar de andere. Het ontstaan van zoonoses, dat zijn dierziekten waar ook mensen gevoelig voor zijn, vormt niet alleen een bedreiging voor de volksgezondheid, maar ook voor de economie, als al die mensen ziek worden. In 2014 kreeg ik een bericht van de Wereldbank van dokter Olga Jonas. En die vroeg of ik een afspraak met haar wilde maken. En nou heb ik geen rekening bij de Wereldbank, dus ik was wel een beetje verbaasd. Maar goed, ik maakte een afspraak met haar, met de economische adviseur van de Wereldbank. En dokter Jonas vertelde mij dat ze erg bezorgd was over het groeiend aantal dierziektecrisis en zoonoses. Dat we er zo slecht op voorbereid zijn. En dat er zo weinig mensen zich bewust zijn van het enorme gevaar ervan. En dat we na een dierziekteuitbraak vaak weer gewoon snel overgaan tot de orde van de dag. En ze vertelde dat ze een afspraak had gemaakt met mensen van de NAVO, omdat pandemieën de samenleving geheel kunnen ontwrichten. En het antwoord van de NAVO was duidelijk. Ze konden niets betekenen. En waar ga je dan naartoe als de NAVO je niet kan helpen? Naar de Partij voor de Dieren natuurlijk. En hoe dat verder afliep, kun je lezen in het boek. Ik rond af. In essentie leggen vrijwel alle partijen zich neer bij de ontstane schuldverslaving. Een verslaving die alleen kan worden bevredigd door weer in te zetten op economische groei. Een systeem waarin de vrije markt domineert en economische groei heilig is verklaard. Groei als oplossing voor vrijwel elk politiek probleem. En sommige partijen willen graag geloven in de mogelijkheid van groene groei. Maar in feite leggen die partijen, die mensen zich neer bij de uitgangspunten van het bestaande economische systeem. Zonder groei vaart niemand wel. Anderen hebben dan wel kritiek op het bestaande economische systeem, maar proberen toch voor hun achterban toch een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten van het bestaande systeem op te eisen. Hun energie zit dan in pleidooien voor loonsverhoging en huurverlaging. Allemaal heel goed, maar nauwelijks hebben ze kritiek op het systeem met de volkomen uit de hand gelopen schulden en schuldhorigheid. Dat oneindige economische groei niet kan op een planeet die niet meegroeit. En heel veel mensen hebben natuurlijk heimwee naar de grote welvaart, de ongekende welvaart van de afgelopen jaren. En dat is een belangrijke reden om het herstel van de status quo te beloven. Maar dat zijn onhoudbare beloftes, dat alles bij het oude zou kunnen blijven. Al weken houden jongeren op de Place de la République in Parijs, bezet. Het Nuit Debout-protest. En de krant Le Monde spreekt over de nieuwe Franse revolutie, die inmiddels is overgewaaid naar de rest van Frankrijk. Jongeren verzetten zich massaal tegen de traditionele politiek. Fossiele politici die de wereld van crisis naar crisis voeren, zonder te denken aan de gevolgen van toekomstige generaties. Niet voor niets wordt ook Bernie Sanders, de Amerikaanse kandidaat voor de Democraten, door jongeren massaal gesteund. De jongeren van nu zijn op zoek naar een planeetbrede antwoorden. En met dit boek hebben Ewald en ik daartoe een aanzet willen geven. Hou vast aan je idealen en kom in verzet. Dank jullie wel.